Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Natuurlijk Zombies. En wat we vandaag gaan doen, is wij gaan zorgen dat we het speciale wapen krijgen wat aan de muur hangt. Dus dat kan op een aantal locaties kan dat weggegeven zijn. We gaan deze in ieder geval heel even activeren. Dus dat zijn, die zijn in ieder geval geactiveerd. Oh, die was ook al open. En ik ga jullie eigenlijk vandaag een beetje laten zien wat of waar eigenlijk een beetje alles zit. Maak in ieder geval nu even alle deuren een beetje open. Dit is trouwens niet online, dus dat weten jullie dat in ieder geval vast. Dit is gewoon een custom game. En we laten jullie vandaag eigenlijk zien hoe, waar deze, die en die zitten. Om die te unlocken. Dus dat gaan we vandaag in ieder geval even laten zien. We gaan eerst even zorgen dat alles open is. Voor de blauwe moet je namelijk hier zijn. De eerste is de blauwe. Oh. Dus we gaan eerst eens even kijken welke wel. Volgens mij was de blauwe. Wacht even hoor. Eerst gaan we naar de blauwe. De blauwe kun je vinden namelijk in de tuin. Eigenlijk. Die kun je dus hier in deze. Ja. In de begraafplaats kun je die eigenlijk vinden. Er zijn een aantal spawnlocaties voor deze. De eerste kan namelijk gevonden worden. Dan staat hij daar. Dat is de eerste plek waar hij kan zitten. Vervolgens kan hij daar zitten. Vervolgens kan nog eentje daar zitten. Maar die zit er ook niet. Vervolgens kan er eentje daar zitten. En daar zit hij namelijk. En je hebt er nog eentje. En die kan hier zitten. Hierachter of hiervoor. Ergens hier op een begraafsteen. Dat zijn de eerste locaties waar je dus de blauwe kan vinden. Nou, de eerste letter is de letter Z. Dus wij gaan. Wij gaan weer naar het begin toe. En dan gaan we eerst de letter Z in het systeem zetten. Dan hebben we dat in ieder geval vast gedaan. Het kan zijn dat niet echt alles in één keer. Want dit is de Z. Dan moet je er goed op richten. Hoppa. En dan druk je gewoon. Dat is de Z. Dan hebben we groen, geel en rood nog. Nou, voor groen moeten wij dus ergens achterin wezen, dacht ik. Buiten. Dan moeten we voor groen zijn. Dus dat gaan we eens heel even doen. Ook groen kan op meerdere locaties zitten. Groen heeft ook een locatie, dan kun je hier vinden, zoals wat je nu ziet hier, de Z. Dat is een locatie voor de groene. Je kunt hier ook nog een stukje verder doorlopen. De groen kan daar zitten. En je hebt groen natuurlijk, die zit dan daar. En je kunt waarschijnlijk ook groen nog eens een keer treffen hier ergens in deze area. Maar voor nu hebben we hem in ieder geval gevonden en dat is de Z. Dus we hebben de groen hebben gevonden. En die zit dus daar en dat is dus de Z. Nou, de Z, dat gaan we natuurlijk heel even weer invoeren in ons systeem. Ik probeer wel inderdaad zo min mogelijk rondes en dat ik jullie kan laten zien waarmee dat dus gedaan wordt. Want ja, goed, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar ja, weet je, heel veel wordt in Amerika, of in ja, eigenlijk in het Amerikaans gezegd. Dus groen, dat was de Z, dus dan moeten we daar, totdat je dit bolletje ziet. En dan gaan we naar de Z. Dus
twee keer zet. Dan gaan we naar de geel. En geel is niet zo heel moeilijk. Heeft ook niet allerlei spawn locaties of wat dan ook. Geel daarentegen die zit hier achter. En hierachter heb je namelijk ook het pack-a-punch gedeelte. En dat is waar dat is. Maar dat zijn hooivorken. Maar dat komt in een andere aflevering. Nou kan Zet op een aantal verschillende plekken zitten. Die kan daar zitten. Die zou eventueel ook daar kunnen zitten. Die kan daar, waar je nu dus ook ziet, hebben een X. Een gele X zitten. Daar kan die zitten. En hij zou eventueel daar kunnen zitten. Dus weet je, hier heb je niet zo heel veel. Want je kunt hem ook zo vanaf daar, dat hij daar ergens bovenin volgens mij zit. Maar we hebben hier een gele X. Dus wat gaan we natuurlijk doen? Wij gaan natuurlijk weer naar voren toe lopen. En dan gaan we natuurlijk die gele X gaan we uitzetten of instellen. En gele X ook. Kijk, je moet er echt op richten. En nou staat hij op de X. Nou hebben we alleen nog rood. En rood kun je namelijk vinden in eigenlijk een beetje de... Ja, het bedgedeelte en dat soort dingen. Ik laat je eerst zien waar die eventueel kan zitten. Ook hierin zitten vier locaties. Hij zou hier kunnen zitten. Daar zou hij in ieder geval kunnen zitten. Hij kan daar zitten waar je nu zit te kijken. Dat is een A. Daar kan hij zitten. Daar kan hij in ieder geval zitten. Hij kan hier zitten. En de derde weet ik niet zo te vertellen. Maar dat maakt ook niet uit. Maar hier zit in ieder geval de X. Of de A. Dus die A die gaan we invoeren in ieder geval. Ik heb jullie in ieder geval mogelijk een aantal dingen. En dan gaan we nu de A invoeren. En dan zou die eventueel vrij moeten zijn natuurlijk. Maar dan gaan we heel even kijken. Even kijken, hier hebben we in ieder geval A. Nou moet dit dus helemaal compleet zijn, dan richt je naar boven, enter je de code in en dan heb je hem openstaan en dan kun je hem pakken. Dit is hoe je dus zeg maar dit wapen, dit fantastische wapen kan krijgen, is dus door die vier cijfers in te voeren en dan heb je dit wapen. Nou kan het dus zijn dat je met een aantal mensen bent, dat het dan lastiger wordt. Je kunt ook dit wapen uit een mystery box krijgen. Dat kan. Dat is ook niet zo'n probleem. Ik dan doe het normaal toevallig met een maat van mij en meestal geef ik hem dan dit wapen. Ja goed, omdat hij daarmee goed is. En ik haal hem meestal wel uit een mystery box. Dus dan komt het goed. Hebben jullie genoten van deze aflevering? Laat natuurlijk even een duimpje achter. Jullie hebben in ieder geval gezien hoe dit wapen werkt en waar eventueel de codes kunnen staan. Hebben jullie nog vragen? Laat natuurlijk het even in de comments weten. Geef natuurlijk onwijs like. En volg onze video's ook, want we gaan natuurlijk ook laten zien hoe je eventueel een schild hier kan bouwen. Hoe je dit wapen kunt upgraden. Ja, het is gewoon fantastisch. Dus tot de volgende keer maar weer.